Vítejte v jednom z nejhezčích měst České republice v Liberci. Zo'n 100 kilometer ten noorden van zijn woonplaats Praag. Daar speelt hij nu, Ondrej Svedik. De Tsjech speelde vanaf 2006, 4 jaar voor FC Groningen. Inmiddels is hij dus terug in zijn vaderland en hij is door Sparta Praag verhuurd aan Slovan Liberec. En een logische eerste vraag na 5 jaar is dan, hoe is het met je? Ik ben fit, zo. Met mij gaat uitstekend. Alhoewel je uit de training niet gelijk op kunt maken dat het goed met hem gaat. Godverdomme. De trainingen zijn slopend, vooral gericht op conditie en zonder bal. Welkom bij Tsjechische voetbal. Mijn lopen en voetbal. En net als je denkt dat het genoeg is, gaan ze gewoon nog een keer. Basta. Nu al? Na de training heeft hij nog wel genoeg energie om de kwaliteiten van FC Groningen en Liberec met elkaar te vergelijken. Volgens mij Groningen is beter aan de bal. Maar wij kunnen meelopen. Morgen hebben we nog wedstrijd. Daarna is het tijd voor een kijkje in het stadion, waar de auto zo naar binnen mag. Daar staan ook de prijzen van Liberec. Sorry, it's a long time ago. De club werd 3 keer landskampioen en won 2 keer de beker. En er wordt uitgelegd dat deze hele kant bestemd is voor de supporters van FC Groningen. Maar liefst 2000. En als je dat in de stad vertelt, krijg je de volgende reactie. 2000 people from Groningen. Well. The capacity of the stadium is 10,000 people, so you're going to be 1/5 of the total audience. En waarschijnlijk is het Groningse aandeel nog groter. De mensen hier in Liberec zijn een beetje moe van Europese voetbal. Dat is een beetje raar, maar is dat zo? Wij verwachten maximaal 5,000 mensen. En voor alle Groningers de volgende tips. V Liberci jsou 3 věci, které byste neměli si nechat ujít. A to... Liberecký ještěd, maso a naše české pivo. En dit is de ještěd, een grote televisietoren op een berg die ook terugkomt in het logo van Slovan Liberec. Met normaal gesproken een prachtig uitzicht op de stad, waar je dus uitstekend kunt eten en drinken. De gastvrijheid is enorm en je krijgt gerust een hapje aangeboden. Maar ik heb zelf al iets besteld. Nee, niet dit kindermenu, maar wat er nu aankomt. 1 kilo varkensvlees. En of ze hier ook bang zijn voor die 2000 Groningers? No, we are happy when you come. Ja, wie gaat er winnen? Liberec natuurlijk. Hodně štěstí, Groningen. Uvidíme se zítra.